Als je met if en else begint te werken, dan begin je ook met veel meer accolades in je code te werken. En alhoewel het niet echt rechtstreeks te maken heeft met beslissingen, met if en else, introduceren accolades wel een belangrijk concept. En dat is het concept scope. Scope heeft te maken met variabelen. Het wil eigenlijk zeggen dat een variabele, of liever dat een naam voor een variabele, enkel op een bepaalde plaats bestaat. Dus als jij binnen een bepaald stel accolades een naam declareert, bijvoorbeeld int getal is gelijk aan 5, dan kan je, zolang dat je binnen datzelfde stel accolades blijft, kan je over die 5 spreken. En als je daar buiten gaat, dan betekent die naam getal, dan betekent die niks meer. Dus je gaat dat tegenkomen als je werkt met if-else. Je gaat dat ook in sommige andere situaties tegenkomen, zoals als je methodes maakt en dan variabelen aanmaakt in die methodes. Methode 1 kan geen gebruik maken van de variabelen die zijn aangemaakt in methode 2. En dat is niet noodzakelijk een slecht ding, want dat zorgt er ook voor dat je geen botsingen in je namen kan krijgen. Dus hier heb je een voorbeeld met een if. Je ziet hier if iets is waar, dan wordt er een variabele aangemaakt met als naam getal. En de scope van die variabele is dit hier. Dus binnen die accolades kan jij over getal spreken. Maar zodra die accolades afgelopen zijn, zodra je code daaruit is, dan kan je geen gebruik meer maken van getal. Dus dit hier, als ik dit hier zou plakken in Visual Studio, ik kan het niet runnen. Hij gaat het zelfs weigeren, omdat die variabele niet in scope zal zijn. Ik zal het even plakken om te demonstreren voor wie graag foutmeldingen ziet. Dus hier zie je the name getal does not exist in the current context. En dat betekent die variabele die bestaat niet of hij is niet in scope. Dus hier hebben we al getal, maar getal wordt zogezegd niet gebruikt, staat er, omdat tegen het einde van de scope waarin hij bestaat, het getal niet gebruikt is. Maakt niet uit dat we dat hier proberen, want hier bestaat die variabele zelfs niet meer. Een beetje dezelfde foutmelding hier. Does not exist in the current context. Dus daar zie je wel, something hebben we zelfs nergens uitgeschreven. Dus natuurlijk zegt hij daarvan dat het niet bestaat. Maar dat hij zegt dat getal niet bestaat, daar stoten beginners vaak op een probleem. En het probleem daar is dus die scope. Dus getal, zodra dat deze accolades gedaan zijn, is het alsof dat nooit bestaan heeft. Dus als je toch hier gebruik zou willen maken van getal, dan is de oplossing om dat in een bredere scope te zetten. Dus hier, dat is een bredere scope, want deze accolades omvatten deze accolades. Dus nu mag je dat wel, hij klaagt nog altijd wel over die something. Ja, ik kan ook gewoon true schrijven en dan heb je echt uitvoerbare code. Dus hier kent hij getal wel. Want eigenlijk einde scope is verplaatst naar hier. Dus het is wel toegestaan om dieper binnenin dezezelfde scope die naam nog te gebruiken. Maar het is niet toegestaan om daarbuiten. Dus als ik hier een andere methode zou schrijven, staat ik void test. En dan console write line van getal. Dan ga je zien. Does not exist in the current context. Omdat dus hier ook weer de scope van getal afgelopen is. Iets dat ermee te maken heeft, is het gebruik van variabelen met dezelfde naam als andere variabelen in dezelfde scope. Dus ik heb hier staan, getal is gelijk aan 6, maar wat als ik hier in deze code een nieuwe variabele getal zou willen aanmaken? Er zijn programmeertalen waarin dat gaat en waarin dat ja, gewoon tot bugs leidt, waarin dat dan eigenlijk deze tijdelijk onzichtbaar wordt. Maar in C# mag het gewoon niet. Dus hier, als je erop gaat staan, en ook die foutmelding is er één die je moet echt leren herkennen,
cannot be declared in this scope because that name is used in an enclosing local scope. Dus enclosing betekent iets dat er rond staat. Dus een bredere scope dan deze scope. En dat mag dus niet. Dus C-sharp verhindert het gewoon. Vandaar dat je dus hier bijvoorbeeld tweede getal of zo van zal moeten maken. En dan zou het wel in orde zijn. Wat je dus wel mag doen, is hier in deze andere scope, dus nadat getal uit scope is gegaan, dan mag je hier getal wel declareren. Ja, nu gaat die foutmelding nog niet weg zijn, omdat er nog geen waarde is. Voilà. Dus hier, als ik een getal declareer en initialiseer, daar heeft hij geen probleem mee, omdat dit hier een andere scope is dan dit hier. Dus die getalvariabele die gaat niet botsen met deze andere getalvariabele.